ik denk dat het voor weinig mensen weg is gelegd om als broer en zus ooit een, samen in een duo aan een wereldkampioenschap mee te doen. Is dat gelijk ook jullie geheime wapen, zeg maar? De familieband? Nou, misschien wel. Ja, moet nog blijken natuurlijk, maar ja, we hopen van wel. Het gaat wel om de wereldtitel, dus we gaan zeker meedoen om te winnen. Maar daarbij gezegd hebben we dat alle wereldtoppers meedoen, wordt het wel een hele zware opgave, dat wel. Hoe groot is je kans dan? Ja, dat is natuurlijk dat is gewoon heel moeilijk in te schatten. Alle wereldtoppers doen mee als individu, maar ja, nu ben je in een team. Daar moet het ook nog maar klikken. Dus ik schat onze kans, ik hoop in ieder geval bij allebei met mijn zusje en ik speel ook nog in de mannendubbel om in ieder geval de poolfase door te komen. Ik denk als je die doorkomt, dat je dan in de fase terechtkomt waar alles kan gebeuren. Het is vaak toch, je gaat ook voor de zwakste schakel. Wij gaan de zwakste schakel zoeken, zeg maar, bij onze tegenstanders. Wie is inderdaad de zwakste schakel van jullie tweeën? Ja, ja. Ja. Nou, weet je, ik denk dat we twee hele andere spelers zijn als individu. Ik ben altijd, vroeger toen ik nog prof was, ik ben heel aanvallend geweest. Milou is heel erg tactisch en kan heel erg schakelen. Ik denk dat je die allebei in het dubbel gewoon heel erg nodig hebt. Ik denk dat we daarom ook tot als een dubbelkoppel ook wel goed onder ons recht gaan komen. Maar dat maakt het ook juist eigenlijk wel een hele leuke uitdaging. En wanneer komen jullie terug met de grote beker? Ja, mocht die groot zijn, waar we natuurlijk wel hopen, augustus. Dan komen wij zondag 6 augustus terug. Het is eerst een paar dagen poolfase. En volgens mij schakelen ze de laatste 2 dagen over op knock-out systeem.